dit? Godzame. Het is ondertussen 8 minuten over 7. We gaan de Dilemma Plus doen. Impie, jij kent de Dilemma Doos misschien nog wel, hè? Inderdaad, die ken ik. Precies. Maar wat is de Dilemma Plus? Ja, we hebben dus een beetje wat toegevoegd aan het nieuwe programma van 2021. En we hebben hem wat uitgebreid. En er zitten nu ook een soort van doen durven of de waarheid opdrachten en dingetjes in. Oké. Het is over jou. Leuk. Maar het is wel de oude vertrouwde roze emmer. Ja. De Dilemma Plus dus. Mag ik Imke de eer geven om te beginnen? Zeker. Kun je hem doorgeven? Yes. Mocht je trouwens via televisie naar ons kijken en denken van, goh, wat is Miguel een wazig persoon? Dat ligt aan de camera. Hij is gewoon hartstikke nuchter. Ja, dan staat hij er niet goed op. Je bent een beetje onscherp, laten we het daarop houden. Oh, oké. Okay. Nee, ja. Ik pak er dus één. Ja. Een briefje. Even kijken. Met wie van deze mensen in deze kamer zou je het liefst van leven willen wisselen en waarom? Dat is een van de nieuwe kaartjes. Oké. Goh. Ja. Met niemand. Ik vind mijn eigen leven op dit moment ook wel heel leuk. Ik moet op zich, toen ik hem erin stop, dacht ik ook van ja, dat is lastig man. Want je weet helemaal niet zo goed wat mensen in hun privéleven allemaal doen. Nee. En hoe ze zich voelen en dat soort dingen. Ja. Maar ik denk toch met jou, want dan kan ik gewoon even wat jaren terug in de tijd. En bij jou ga ik alleen maar vooruit. Ja. Dat vind ik een hele goede eigenlijk. Dus dat is wel lekker. Dan heb ik gewoon wat jaren erbij. Bij mij is gewoon Janko met de pet op. Ja. Dat wil niemand. Dus jij wil graag wat jonger worden eigenlijk. Is dat ja, dat waar zou het toch top komt? Zijn. Ja, ik zou nog wel lekker zo... Wat zou jij nu anders doen als jij nu 21 zou zijn? Nou, ik zou niet echt iets anders doen, denk ik. Maar nee. Nee, ik zou niet echt iets anders doen, maar ik zou het wel gewoon een keertje overdoen. Ja, gewoon lekker nog. Nou, misschien iets bewuster leven. Iets meer zo van dat ik denk van... Dit komt dat niet ik op terug. Dat moment van, oh, dit is echt leuk. En dat je dat daar bewust van bent. In plaats van maar gewoon meegaan met de flow en dan de, ja. Nee, ik denk dat iedereen al heeft. Gewoon als je alles van tevoren weet, dan is dat allemaal veel leuker. Ja. Dit is de Corrie Konings gedachte. Ik zou het nog een keertje willen overdoen. Ja, nou, precies. Ja. All right. Leuk. Gaan we hem even doorgeven nog? Ja. Gaan we doen. Alsjeblieft. Mooie achtergrondmuziekje nog, casino-achtig geladen. Nou. Oh. Ik heb een echte oldschool dilemma. Ach, nou. Of er glibbert... Dit hebben we al gehad. Oh. Of niet? Nee, weet ik niet. Gaat glibbert er een augurk uit je bek? Dit hebben we al gehad. Ik ga even anders. Snel naar de volgende. Even kijken. Nou, die hebben we ook al gehad. Hé, maar waarom zitten die er nog allemaal in? Ja, geen idee. Oh. Deze dan. Die ziet er wat onaangetast eruit. Ja. Of je hebt een robot butler. Of je onthoudt alles wat je leest. Oh, nou, dan weet ik het wel. Ja, ik alles onthouden wat ik lees. Ja, precies. Ja, dat lijkt me echt top. Dan word je echt heel slim. Ja, dan word je echt heel slim door als je dat doet. Ja. Maar het is ook wel heel vervelend natuurlijk. Want dan, als je dan een reclamebord op ergens ziet, dan ga je dat ook allemaal onthouden, precies. Ja, we kunnen nog een beetje sturen, toch? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, want in dat opzicht is het ook wel heel fijn dat je nu gewoon de dingen onthoudt die je ook boeiend vindt. Ja, dat als je bijvoorbeeld RTL 4 kijkt, dat je 80% van de tijd gewoon je ogen dicht houdt. Ja, weet je, als je alles onthoudt, dan maakt het dus ook niet uit als je dingen onthoudt die niet boeiend zijn. Want de andere dingen onthoud je dus ook. Ja. Ja, dus. Maar daar zit je hoofd ook alweer heel erg vol. Ja, maar dat maakt niet uit voor deze, denk ik. Oh, oké. Okay. Ja. Ik vind het niet echt een dilemma. Nee. Maar de butler is ook fijn. Robot, lijkt me vooral heel Robot butler. Ja. Ik weet hoe dat bij mij gaat. Elke keer als ik hem nodig heb, dan zit je aan de oplader. Ja. Dat zie je niet op. Oh, ik pak ook weer een dilemma. Heel vervelend. De 11e van elke maand gaat er een gigantisch confettikanon af in je huis. Of in de rij voor de kassa moet je altijd de polonaise beginnen. Oh, dat vind ik wel lastig gezegd hoor. Maar ik denk dat het dan... Dat ik dat wel voor het kanon ga, dan ja, dat is gewoon in één keer... Hoe feestelijk is dat? Dat is feest, ja. Ik denk wel helemaal de pleur geschikt. Ja. Elke keer. Maar het is ook wel grappig en als je... En dat opruimen, dat is interessant. Dan ben ik wel die robotbutler erbij. Gewoon laten liggen. Ja, maar liggen is voor feestelijk. Dat is gewoon liggen. Ja, en als je dan in de rij een polonaise zit, dat is ook super gezellig, maar... Ja. Beetje ongemakkelijk wel, misschien, hè? Dat wel, ja. Maar het is wel heel gezellig. Nou... Ik zou zeggen, case closed alweer. Ja. Hey, en dat doen durven of de waarheid? Waar zit dat dan? Dat is net wat je pakt. Tussen. Dat is net wat je pakt. Oh, dat zit er gewoon tussen. Ik dacht, nu komt dat nog. Nee, dat is net welke je pakt, inderdaad. Want er zitten ook gewoon opdrachten tussen. Ja. Dit was gewoon even een momentje van bezinning. Ja. Heerlijk. En nu gaan we naar een liedje dat is iets minder bezonnen. Onbezonnen. Oh, echt. Wat mooi. Nou. Ja, baby. Liken en abonneren.